Nou, dames en heren. Dames en heren, welkom bij de 53ste uitzending van het Lab. Het Lab-vlog vanuit een zeer geheime locatie. We stellen ons even voor, dit is... Johanna. Johanna en ik ben Petra. En wij, zijn hier omdat wij twee mensen in de bloemetjes willen zetten... die ons al sinds juni 2020, elke maandagavond... verrassen met een enorme leuke uitzending. En daarom willen wij uw hartelijk applaus voor Johan en Peter. Dankjewel. Hallo, Petra is het? Petra. Hallo, Petra. Op de vlag mag dat? Van mij mag het allemaal. Dat mag allemaal. Ja, niet op de knietjes. Zo'n mooie locatie. Ja. Zit ik achter de bloemetjes? Oh, leuk. Ja, je zit in de bloemetjes. In de bloemetjes. Johan, dit is wel even anders. Hé, Peter. Ja, helemaal vanaf. Hé, hey, Johan. Hey. Ja. Ja, wij zijn dit een beetje anders. Dit is anders, dit, hè? Dit is even anders. Nou, dat is ook de bedoeling. Dus dames en heren. Jullie hebben altijd anders. Wij weten niet wat er gaat gebeuren, dus laat je verrassen. Dat doen wij ook. Ja. Nou, wij zijn ook best wel zenuwachtig, want wij zijn bekend van het komend seizoen van Boerin zoekt boer. En dat wordt nog uitgezonden en we zijn te boeken vanaf 11.11 op 06. 11.11. Johan. Ja. Dan gaan we. Ja? Ja? Nee, wij stellen de vragen, Peter. Het is heel moeilijk. We hebben ook een belletje voor als het niet goed met gaat met Peter. Wij kennen Peter en we hebben echt maar 30 minuten. Is ons door de manager achter de camera verteld. Hé, hey, Johanna. Zo is het. Dus we gaan gewoon direct beginnen met de eerste vraag. Zoals tante S altijd zegt. Nou, wie is je vader? Wie is je moeder? En laten we beginnen met Johan. Vertel. Mijn vader was Jan Remers. Helaas 6 jaar geleden overleden. Mijn moeder is Leni Remers-Stijvers. Allebei Brabanders. Mijn moeder kwam uit Asten. Mijn vader kwam hier uit Gerstel. Oeh, nou heb ik de locatie verraden. Maar goed, maakt niet uit. Dat. Heb je nog broers en zus? Ja, ik heb 2 zussen. Belinda en Rebecca. Ik weet niet of Rebecca kijkt. Dag, Rebecca. Dag. En die hebben ook al bij kinderen. Een redelijk grote familie, zeg maar. Ja. Een carnavalsgezin van vroeger? Ja, ik kan me nog babyfoto's herinneren dat ik zelf in de boerenkiel als baby zit. Dus het is echt letterlijk met een paplepel ingegoten. Bier ook. En mijn zussen hebben altijd bij verenigingen gezeten. Bij de Kletsmeijers en bij de Nachtegaal, waar ik zelf ook lid van ben. En prins ben geweest. Goed geïnformeerd. Maar laten we niet te veel vertellen. Nee. Dan de tijdskast. En de tijd. Peter, kan jij iets meer vertellen over jouw familie? Wat een mooi accent hebben we, hè? Ja, wij komen uit het noorden, hè? Ja, oké. Goed, mijn vader Pieter Tops, helaas 20 jaar geleden overleden. Mijn moeder Rudy Steerneman, geboren in Venraai. Dus dat is toch een beetje Limburgs. Dus ik denk dat daar wel een beetje mijn carnavalsgenen zeg maar, ontstaan zijn, zeg maar. Dus ook met de familie gingen we best wel regelmatig carnaval vieren. Ik heb nog 2 zussen, jongere zussen. En die hebben ook wel iets met carnaval, maar wel in mindere mate dan ik, zeg maar, uitoefende afgelopen jaren. Dat kan ook bijna niet anders, hè? Dat weet ik niet. Ik doe mijn ding op en ik vind het leuk om te doen op mijn manier. Dus ja, dat idee. En jij hebt best een aparte manier. Een eigen manier. Ik weet niet. Heb je een beetje... Wij hebben alle vlogs helemaal uitgekozen. Oké, maar mag je daar, wil je iets over vertellen over die aparte manier? We moeten echt door. Allebei carnavalsvierders, hart en nieren. We komen jullie ook altijd 5 dagen tegen. En het voorseizoen en het naseizoen ertussenin. En in juni, juli met de vlogs en alles. Ja. Hoe ziet jullie carnavalscarrière eruit? Het woord carrière vind ik een beetje raar. Ja, nou toekomst. De hoogtepuntjes. De toekomst. Je loopbaan. Ik zie het meer als een uit de hand gelopen hobby. Carnaval. Ja, carnaval is natuurlijk geen bedrijf. Nee. Dat zouden we dan wel willen, want dan heb je elke dag carnaval. Hoe ziet onze carnaval eruit? Ja, ik doe gewoon lekker mijn ding. Wanneer ben je begonnen met organiseren, met dingetjes doen, met vieren?
Ja, we hebben twee minuten natuurlijk. Wij zijn een beetje begonnen toen. Ja, ben je bij een vereniging. En dan hebben ze weer van, nou, ik doe misschien een keer een eigen dingetje. Ga je het schild, ga je mee weg, bieden bij Stadspaviljoen. En van het één komt het ander. En uiteindelijk gaan we een beetje lebberen met z'n allen. Het loopt allemaal in elkaar over. En dan gaan we een liedje maken. Een liedjesfeest doen we mee. En dan ga je een beetje vloggen. En ja, dat. En de drijfveer is altijd de lol die we hebben. Helemaal goed. En dat is waar het om draait. Zeker maar, Johanna. Ja. Hey, maar nou zie ik hier hartstikke mooie pakken hangen allemaal, hè? Zouden jullie daar iets meer over kunnen vertellen? Wat is van wie en waar hoort het nou, bij? Nou, Johan, dan mag jij... Nou, dan beginnen we gewoon aan deze kant. Ik weet niet of je in beeld is. Kijkers. Even kijkers. Okay. Dit is zeg maar mijn... Hoe noem je dat? Mijn vrije tijdsjas. Deze heb ik aan als ik gewoon zelf ga carnaval vieren en als ik niks met verenigingen ga doen of met Peter ga doen, dan heb ik deze jas. Ja, die zit ook helemaal vol met badges, pins, emblemen, pins. De meeste pins en badges die komen natuurlijk allemaal van alles af, dus Joost nog bedankt. Oh, dat was die meneer die vorige week... Oh, die komt zo in de reclame, hè? Alles. Dat denk ik. Dan gaan we weer door weer eentje van mij. Dit is mijn prinsjas. Jullie zijn het al zo mooi. Ik ben prins geweest. En jij heette toen, hoe heet je ook weer met een mooie naam? Die prins Prestige was ik. Ja. Prins Prestige en mijn hofdames waren de Mystics. En wie heeft... heb je dat zelf gemaakt of... Nee, Peter heeft dat, of een Marjolein creatie? Vertel eens. Het is geen Marjolein creatie, ook geen Maaike creatie. Het is een kokkie creatie. Kokkie? Kokkie Nijssen. Uit Waalre. Die wij... Waalre liep Eindhoven, dus... Die had al meerdere pakken voor ons gemaakt. In ieder geval voor onze vereniging een paar keer. En ze dachten van, nou, dan kunnen we daar ook wel weer heen. Dus die heeft die pakken gemaakt. Ja, prachtig. Ja, als we er nog eentje verder gaan, dat is ook weer van mij. Of van de Groene. Dat zou zo van de Groene kunnen zijn. Ja, dat zou zo maar kunnen. Maar dat is het niet. Nee. Dat is mijn verenigingsjas. Dus de standaardjassen van de vereniging. Die zien er zo uit. Maar dit is dus het herenmodel. En de dames zijn zelf bijna hetzelfde, alleen die is getailleerd. Oh, man, dus dan hebben ze een mooie... Zo'n lintje zo. En de volgende mag jij, Peter. Oh, ja, dit is... Dit is een boerenkiel. Dit is gewoon een ouderwetse boerenkiel. Ja. Herkennen jullie misschien de vorm erop? Ja, dat is geen koe, het is een haan. Ja, jullie komen van het platteland, dus jullie weten hoe het werkt. Zeker. Misschien niet, nee. Nee. Met mijn carnaval misschien wel. Maar ben je nou een haan of een kuiken? Ik ben... Want anders is het toch eigenlijk had de kuiken moeten zijn. Want hoe, wat is dan... Ik ben nog een kuiken. Maar er is binnenkort... Binnenkort is er zeg maar een kuikenbal. Ja? En dan word ik hopelijk gepromoveerd tot een echte haan. En dan kan het deze... Maar ben je dan ook eerst een ei geweest? En word je dan haantje de voorste? Ik ben een gebakken ei geweest. Oh, moet ze door. Ik ga ook vliegen, of wat? Nee, dat is toch wel de allermooiste. Deze hangt dubbel denk ik of niet, Johan? Heb je jouw pak? Nee, ik heb mijn pak. Maar dit is onze lebberpak. Lebber. Dit is zeg maar onze outfit die we dragen als wij gaan optreden met Leb. Ja, als wij samen bezig zijn met carnaval. Prachtig. Dan knippen we er niet uit, nee. Maar, als wij samen bezig zijn met carnaval, dan hebben we onze mooie roze jas aan. Ja, even alles wat is net, ja. En, okay. Ja, dan ziet iedereen van, daar komen ze aan. Dan komen de lebbers aan en dan gaan wij ons zangtalent door het lampengat heen. Ja, talent. Dan proberen we. Ik heb wat gehoord. Onderweg hier naartoe horen wij toch wel een paar liedjes dat ik dacht, hé. Ja, we hebben een twee liedjes. We hebben ons natuurlijk voorbereid, ja. Mooi. Ja. Heel goed. Het derde liedje komt eraan, dus dat... Oh, daar wil ik zo meteen meer over weten. Ja, goed. Wij moeten door. Hoe zitten we in de tijd? Goed, hè? Vast goed. Luister, nou hebben jullie hier in dit lamperad ook een lampengatse chef-kok. Die maakt voor iedereen wat lekkers en alles. Dat is Rob Beerkens. Stel, Rob Beerkens. Rob Beerkens, de lampengatse chef-kok. Heerlijk. Nou. Maar als die midden in de nacht om 11:50 naar je bed staat, die rammelt je wakker, niet voor een pilsje, maar die zegt, wat wil je eten, wat vind je het allerlekkerst? Wat is dan daarop uw antwoord? Dan ga ik even kijken, dan sta ik op, ga even naar de wc, even plassen. En dan ga ik even nadenken en dan denk ik van, nou doe mij maar lekker sushi.
Sushi. Sushi. Voilà. Een haan die sushi eet. Oké. Okay. Ja, goed. Is oké? Okay? Ja, heerlijk. Ja, ik weet niet of Rob het kan, maar ja, ik ben heel erg fan van Indonesisch eten. Oh. Dus een beetje pittig. Ja, nazi. Heerlijk. Heerlijk. Lekker. Ik lust excellent choice. Dan mag Rob me wel voor wakker komen maken. Wij eten altijd stamppot met worst. Ja, en sowieso. Mijn vrouw dat blijft net als een kok in de slaapkamer staat. Okay. Ja. Goed, goed. Heel goed. Hey, nou zijn jullie natuurlijk al heel erg bekend hier, het Lampengatse Carnaval. Van jongs af aan lopen jullie al rond hier. Mm-hmm. Kunnen jullie aan de mensen thuis, nu kijkt natuurlijk niet alleen Lampengat, maar ook bij ons hoog in het noorden, zullen nu ook al deze aflevering gaan kijken. Ja, dat is niet normaal. Kunnen jullie de mensen thuis eens vertellen, waar moeten wij naartoe? Met carnaval. Wat zijn drie evenementen die wij niet kunnen missen? Ik denk dat we er toch wel meer gaan noemen, want er zijn er te veel. Dus ja, maar goed, je moet keuze maken. De leukste, de mooiste die je echt niet wil missen. Jouw top 3. Mijn top 3. Nou, een week voor carnaval wordt de stadsprins hier altijd bekendgemaakt. En dat is op het federatiebal. Dus dat is wel een gaaf evenement om mee te maken. Federatiebal. Ja, hier in Eindhoven organiseert de Federatie Eindhovense Carnavalsclubben. Klinkt chic. Dat is zeg maar de overkoepelende vereniging die hier in het Eindhoven de boel regelt, zeg maar. En die regelen dus ook het federatiebal. Dus dat wordt ook door hun geregeld. En zij maken dan ook de nieuwe prins bekend. De oude prins gaat af en de nieuwe... Een prins? Wordt bekend. Prins. Ja, het is dus wel zo dat het inderdaad een prins man is. Zoekt boerin. Dat klopt. Ja, maar daar heb ik al iets over gelezen. Daar komen ze maar goed, sorry, je was nog bezig met het... Federatiebal, nummer 1. Nummer 2. Federatiebal, ja, ik weet niet. Oh, ja, okay. Maar goed, er zijn natuurlijk ook op bepaalde evenementen waar je zeg maar niet zomaar binnenkomt. Niet zomaar binnenkomt? Oh. Als buitenstaander? Ja, je hebt bijvoorbeeld de vrouwenzitting. Geweldig feest met allemaal vrouwen. En dan kom je natuurlijk als man komen en dan ga je naar binnen. Dat is leuk voor jullie. Dat is eigenlijk een tupper aanrader. Vertel. En ik ben de enige fotograaf die daar rondloopt als man. Bof komt. Nou. Dus ieder jaar ambiance. En al die vrouwtjes die... Echt hoe gekker en hoe meer bier erin zit, je wilt het niet weten. Oh. Laat het Christine niet horen. Ja, die gaat ook volgend jaar mee. Oh, shit. Vrouwenzitting. Nou, dan hebben we nog één. En het liedjesfest is ook geweldig, Johan, toch? Het liedjesfest is helemaal geweldig, ja. Hebben jullie al vaker aan meegedaan? Ja, we hebben er één keer aan meegedaan. Ik wilde vorig jaar ook aan meedoen, maar helaas. Door omstandigheden ging het natuurlijk niet door. Volgend jaar gaat het hopelijk wel door. Maar we hebben geen ambitie om te winnen. Want als je wint... Nee, meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen we altijd. Daarom. Ja? Nee, dat zeggen we trouwens helemaal niet altijd. Maar goed. Nee? Ja, altijd toch wel. Ja? Nou, zeggen we het altijd. Nee, ja, we vinden het gewoon leuk om liedjes te zingen. We zijn geen echte zangers. En maak je die dan ook zelf? Ja. Met onze eigen componist. Oh, oh, oh. En dus jullie zijn dan niet met twee? Ja, dat mogen we niet zeggen. Wij hebben een componist en die iets met Maas was het, geloof ik. Iets met Maas. Maas, maar hou het daar maar even bij, ja. En meedoen is belangrijker dan winnen? Of winnen is belangrijker dan... Nee, gewoon gezellig. Of in de lol hebben gezegd. Winnen zou leuk zijn. Ja, maar dan heb je wel verplichtingen. Dan heb je verplichtingen, dan moet je overal optreden. Nou is dat natuurlijk hartstikke leuk. Verplichtingen met carnaval? Ja, dan moet je dus alles. Dat kan er gebeuren, het is carnaval. Overal optreden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar wel, dan moet je, ja... Dan wordt het wel geacht dat je wel overal je liedje komt te horen. Want dat is dan het land. Oké, daar komen we zacht in, dames en heren. Even door. Ja, we moeten even aan de vaart. Ja, goed. Liedjesfest. Nou ja, als jij de baas van het Eindhovens carnaval mocht zijn. Wat denk je mij aan? De grote baas van het Eindhovens carnaval. Zouden er dingen zijn die je zou willen veranderen? Ja, ik heb jullie brief erbij gepakt. Ja, goed, dames en heren. Nou komt de aap uit de mouw. Even kijken, ik had hier drie dingen op staan. Oké. Ik weet niet of te veel is, maar goed. Ja, ja, we hebben natuurlijk de optocht, hè? Op de zaterdag in Eindhoven, Lampengat dus, de optocht. Maar het zou leuk zijn, denk ik, om te kijken of je alle verenigingen en clubjes in die optocht mee kunt laten doen. Is dat nu niet zo? Is zeg maar de start van het carnaval op die zaterdag met alle clubjes uit Eindhoven. Maar dat is niet zo. Iedereen doet eraan mee, die hebben zoiets van, nou, hoeft allemaal niet, dus dat is jammer. Nou, dat vind ik een heel goed punt. Vind ik wel leuk, om dat te stimuleren dat iedereen... Nee. Maar luister, vorig jaar was het niet. Nee. Dus ja, daarvoor ook niet. Ja, dat was met een windje of een Windje en toen een koortje. En toen... Dan is er een leuk
als nu iedereen wel op die kar komt en ook die prinsen die er niet op hadden gestaan toen, dat die nou allemaal op karren, huppakee. Wij zijn ook voor. Dan vatten wij toch onze strontkar. Die halen we al eens uit. Een platte kar. Dat Pierre van Piet van de Boerderij van Dings. Dan gaan jullie gezellig een beetje... Mogen wij dan mee? Nee, maar dan mogen jullie allemaal mee. Ja, wij gaan en jullie gaan mee. Wij kennen de trekker wel. Oké, goed. Tijd loopt, daar komt het. Tijd loopt. Ja? En dan een ander puntje, misschien even weer de tijd. Ja, we hadden het al een beetje gehad, zeg maar, over de prins. Want ja, we hebben natuurlijk de stadsprins al jaren en dag. Ja, waarom zou je niet zeggen van... Misschien een vrouw die dan de prinses zou kunnen zijn van het Lampenrad. Dat is van mij. Nou, wij hadden begrepen dat dus nog nooit was gebeurd gehad. Nee, nou, daar komen wij straks nog eens even op terug. Daar willen wij die parkeren wij. Die parkeren we even, want dat vind ik een hele goeie. Johan, hoe sta jij daar? Hoe sta jij hierin? Nee, nou, niet in het prinsessengeval. In wat zouden moeten in jouw ogen moeten veranderen? Ik denk dat je bij het gewone volk... Zeg maar. Het gewone volk, dat ga ik even uitleggen. Wij zitten natuurlijk bij verenigingen. Is dat gewoon? Ik bedoel, zeg maar, mensen die dus niet bij verenigingen zitten, maar die gewoon in de stad carnaval vieren. Ja. Om daar wat meer bekendheid te krijgen over verenigingen. En dat je daar ook altijd welkom bent bij je vereniging. Want ik heb het idee dat heel veel mensen dat niet weten... Dat ze ook bij verenigingen gewoon terecht kunnen en dat ze daar welkom zijn. Ik heb ooit iemand gesproken die zei zelf van... zo'n vereniging moet je intree betalen en dat is alleen voor de vereniging zelf. Maar dat is dus niet zo, want je kan overal kan je gewoon naar binnen lopen. Je kunt overal. Dus? Ja. En hoeveel verenigingen hebben jullie in het land gehad? Echte verenigingen, of 20 of zo, 18 of 20 of zoiets. 20? Ja, plus daarnaast allemaal clubjes. En allemaal clubjes, vrienden, maar die hebben dan geen residentie. Maar residenties, 20? Nou, niet iedere vereniging heeft een residentie. Niet iedere vereniging heeft een residentie. Residenties. Want het woord residentie komt wel makkelijk uit, maar wat weet je wat is? Zit je nou aan het gooien? Residentie is een boerderijhuis, zo waar je... Oké, waar je feestje viert. Ja, heel goed, heel goed. Kijk, dat vind ik goed. Gaan we door. We zijn er lang nog niet. Oh jee. Nou, jullie hadden al ook even, we zeiden net al even van liedjesvis, dat is toch wel echt ook een hoogtepunt, hè? Hoeveel liedjes hadden jullie nou gemaakt? Op dit moment 2. Maar we zijn nou, zijn we mee bezig. En die gaat dus bij het liedjesvis, gaan we die dan zingen. Nou, dames en heren, dan vind ik dit nu een prachtig moment om even een stukje te laten horen aan de mensen thuis. Om alvast... Wij zijn er niet voorbereid. Live. We gaan beginnen. Oh. Maar weten jullie wel wat de titel is trouwens van liedje? Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Hoe moet wij dat niks nou doen? Misschien had je gelezen al je Google en Facebook. Het liedje heet Kiek ons Lampengat. Kiek ons Lampengat. Is de titel van Kiek, dat klinkt goed. Kiek ons Lampengat. Nou, mooi. Kiek ons Lampengat. We hebben twee regeltjes. En het gaat zo. We hebben een stelling. Ja. We gaan pas vanaf 11:30 gaan wij kleine dingetjes bekendmaken. Ja, maar niet te veel. En bij het liedjesvis zelf knallen we het helemaal uit. En dan wordt iedereen van Lampengat die helemaal flabbergast dat wij krijgen nou niet de primeur. Nee, jullie zaten op de azen, denk ik? Nee. Ja. Want dan krijgt heel kijkend Lampengat de primeur. We kunnen natuurlijk een compromis sluiten. Dat we zeggen, we doen daarna de vlog eventjes een privéoptredentje. Van 1 of 2. Nou, vooruit. Nou, mogen we dan wel live een stukje uit een van de eerste liedjes? Even heel klein. Even live zingen. Ja, live. Johanna. Lep. Ja. Nee, het gaat niet. Nee. Wat doen we, Johan? Even beraad. Wij tellen af, hè? Tellen af van 4 naar 1. Wacht even. 3, 2, 1. Kiek, koslam. Nee, niet die. Oh ja, je gaat er maar bij, Johan. Wij zijn het lab gewoon. Nee, maar ze willen dat liedje, het derde liedje hebben, toch? Het nieuwe liedje. Ja, dat wou we wel. Dat wou we wel. Nou, de eerste. Nee, maar dan doe ik het niet. Ik wil het nieuwe liedje doen, maar ik word teruggefloten door meneer. Nee. Die doen we maar. Jongens, we gaan de oude liedjes. Ja, oude liedjes, daar had ze het over. Ik had het over, maar ik was blij dat het eerste. Ja, dat kan dus niet. Wij zijn het lab, we hebben er maar wat rond. Een lab, dat staat voor Lampengat, is ons beveiligingsfonds. Nauwelijks te vangen, voor geen enkel gat. Wij plakken onze stickers door heel het Lampengat. Hey! Dank je. Dank je.
Oké. Okay. Terug dat, naar serieus, hoe zitten we in tijd? Jullie gaat hebben toch in corona goed geoefend? Ja, maar we hebben goed gesmeerd. Ja. Nou, klinkt goed hoor. Een beetje zangles bij ons komt. Ja, 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 ja. En Johan heeft mij wat aanwijzingen gegeven, dus. Kijk, ja. Kijk. Met thee en honing en zo. Thee, honing, werkt perfect. Komen we terug op een eerdere vraag. Die wij even eerder geparkeerd hadden. Ik zie hem daar al liggen, ja. En hij is echt, ik denk van, ja, moet ja, hè. Brand moet, op de lippen. Brand. Johan. Geef eens 3 steekhoudende argumenten, constructief, goed onderbouwd, waarom een vrouw geen prins kan worden. Ik schrijf even achter. Op de eerste plaats zeggen, dat klopt niet helemaal. Oh. Want een vrouw kan wel prins worden. Oké. En op de tweede plaats... Heb je het niet goed ingelezen, Johan? Oh. Het op de tweede plaats is, goed, is het een mening die ik heb. Oké. Okay. Dus okay. Dat is... Ja, dat is iets waar je niet okay. over kan discussiëren. Ja? Ja, op de derde plaats heb ik niks. Maar ja, ik ben van mening, mijn mening is dat je dat er traditioneel een prins, een mannelijke prins moet zijn. Okay. Maar ja, dat is een mening en ik heb nooit gezegd van een vrouw kan of mag geen prins worden. Okay. Als het gebeurt, prima, juich ik het toe. Maar ik vind het mooier of beter dan dank traditioneel een mannelijke prinses. Oké. Bij deze. Nou. Goed, nou ja, goed onderbouwd. Kijk, dat ja, is helemaal het goed. Ja, helemaal. Nee, een mening is een mening. Kunnen wij niks aan helemaal veranderen. Helemaal goed. Helemaal ja. Bezig. Oh jee. Hebben wij dan ook in het lampengat vrouwen zitten waarvan jij zegt... Dat zou nog wel eens een goede stadsprinses, ja, prins kunnen zijn. Misschien die van Wilhelmina. Oh, met die theemutsen. Ja. Die hebben theemutsen op zijn kop. Er ligt ook eentje daar. Nee, maar jullie moeten ook even denken breed. Want we hebben... Nee, hebben nee, maar goed, en dan niet uit de bekende... Ja. Nee, als ik inderdaad even terug als, pak, zeg maar... Als ik overstag zou gaan, zeg maar... Oh. En ik zou een vrouw moeten kiezen je als stadsprins... Je moet een vrouw aanwijzen, mm-hmm. Ja. Dan zou ik denk ik gaan voor Marjolein Hokkers. Hmm. Want die heeft toch al jaren de vele prinsenpakken gemaakt. Hmm. En dan vind ik dat zij het wel verdient om de eerste vrouw van het Lampengat Carnaval. Waar moet de vrouw dan aan voldoen? Ja, nou ja. Profiel. Je hoeft niet per se aan het Lampengat te komen, hebben we afgelopen prinsen gemerkt. Profiel. Dat moet een profiel opstaan, dat gaat voor iedereen hoor. Carnaval moet in je zitten. Ja. Je moet gewoon de gezelligheid kunnen maken. Je moet eigenlijk niet boven de mensen staan. Je moet met de mensen komen. Jongens, zoveel wijsheid. Ja. Echt. Voilà. Ja, prachtig. Maar Johan, Peter. Wie in jouw mening? Wie zou voor jou ik heb niet echt een specifieke dame in gedachten. Als ik kijk inderdaad even terug naar die vrouwenzitting. Als ik daar zie, nou, dan heb je toch genoeg dames die daar rondlopen. Dat je zegt van nou, dat is toch wel, die kan wel dus, een leuk feestje. Dus de PKC moet kijken bij de schone vrouwkes. De PKC heeft het voor ons kijken. Bij de vrouwenzitting. De PKC even uitleggen wat het is. PKC. Nou, daar hadden wij ons ingelezen gehad. Ja, maar weet je wat het is? Prinskeuze. Commissief. Nee, oké. Dus. Maar dan zegt al prins, keuzecommissie, niet prinses. Ja, oké. Okay, ja, maar prinses kan een mannetje. Oké. Maar als die nou undercover bij die LVZ, waar jij foto... Dan komt LVZ, bij jou je tas zitten. Wat LVZ? Vrouw met vrouwkensdingen, wat jij zei, waar jij als fotograaf dan rondloopt. Dan kennen ze daar best wel, denk ik, tussen die... Kunnen ze kiezen. Ja. Ik kan wel een paar foto's doorsturen van de afgelopen jaren, dat je zegt, nou, als die het wordt, dan heb je echt een ambiance te pakken. Ja, ik snap hem. Ik ga door naar een hele, hele korte vraag. Wij zeggen een woord. Ik zeg er eerst een aantal. Oh, daarna ja, zegt Johanna er eentje. En dan mag je erop reageren. Gewoon een woord. En het liefst reageren met één woord. Uitspatting, één woord. Iets wat dan ook. Weet ik het. Ja? Ik ga even kijken dat je het verrassingseffect hebt. Okay, ik pak even de vlag erbij. Helemaal goed. Komt-ie. Eén woord. Allebei mag je erop reageren. Tegelijk. Fotocamera. Peter Tops. Oké. Oh, wat is dat dan, Ruskind? Dames en heren. Ja, de dames hebben ook nog aanhang meegenomen. Achter de camera. Salon. De salon. Op de markt. Ambiance. Kool. Collapse. Wie? Nou, misschien gaat Kool wel fuseren met lab. K
krijg je collapse. Collapse. Oké. Sorry, dat is een beetje... Gaan we het daar kort nog even... Ja, collapse. Gaan we het even... Ja. LVZ. Super. Oké. Okay. Speedfest. Beter. Dat is geen carnaval, volgens mij. Jammer dat het niet meer is. Lampengrats Troubadour. Luc Vaassen. Ja, Tranentrekker. Tranentrekker, is ja. Is zo erg? Nou, op een bepaald moment, ja, bij het Lemke Dove en hij gaat dan... Hij weet emotioneel... Bij je helemaal... Ja, ja. Moet je ook naartoe? Oh, dat moet ik naartoe. Dit is aan Lemke Dove. Lemke Dove dan is echt... We hebben gehoord dat hij een rok aan heeft. Klopt dat? Ja, dan stel ik... Ja en nee. Maar wat heeft het onderaan dan? Dat is dan een andere vraag. Ja en nee. Ja, dat hebben we niet gehoord. Je hebt ook lang haar, dus ja, dat mag het. Dat hebben we niet gehoord. Nee, dat weet ik niet. Dat maakt ons wel Oké. Je hebt ook lang haar, dus dat mag het. Ezel. Bevrijdingsfront. Lok. Mooi. Helemaal goed. Ik overhaal het met jou. Lebberen. Nee, maar lebberen is toch... Lebberen kun je heb je verschillende definities. Dat is, ja, daar kunnen we nog een hele uur over babbelen, maar lebberen kun je op al heel veel manieren. En wij hebben daar veel meer... Dit is een 18 plus vlog, maar daar gaan we niet over... Nee, we lebberen hetzelfde als smurven. Smurven? Ja, dat smurven nog wel. Snap je? Ik snap even niet. De smurven gebruiken smurven ook als werkwoord. Dus je kunt smurven, maar je kunt ook smurven. Snap je? Nee. Nee. Nou, dat lebberen we nog wel dan. Dat lebberen we. Doe al achteraf. 11-11. Oké. Dan begint het allemaal. 11-11. Ja. Door. Oké, okay, mooiste carnavalsclubje. De Nachtegaal. Mooiste carnavalsclubje. Dan valt in één keer een dodelijke stilte, dames en heren. Dat vind ik een moeilijke, weet je. Zeg jij ook de Nachtegaal? Ja. Nee, mag maar meteen woord. Je zei al, vind ik moeilijk. Ja. Goed. Eendracht. Mag. Willemineplein. Gezelligheid. 50 plus. Tent op de Markt. 50 plus. Ja, ik kijk jullie aan. Wat wil je nou? Willen we niet tent op de Markt? Boerenbruiloft. Ja, nou, hij kijkt naar ons en denkt 50 plus. Dat is niks van. Nee, vind ik best wel een leging eigenlijk. Carnaval. Feest. Altijd. Der feesten. Altijd. Mooi, hè? Zouden jullie nog eens een keer prins willen worden? Van? Ja, dan is de volgende vraag van welke club. Nou ja, bij de club waar ik nou bij zit, bij de Hanen, hebben ze geen prins. Oké. Okay. Dus daar is... Maar dat hoeft niet. Ik heb dat... Nee. Ja, ik zou best nog een keer prins willen worden. En of dat nou bij de Nachtegaal is, of bij een andere vereniging, of stadsprins. Ja, tuurlijk. Ik vind dat hartstikke leuk. PKC. PKC, hou me niet aan. Heel goed. Lieve mensen, dit is voor jou. En dan nu, voor jullie, allebei, nog even, de 30 seconden van... Peter. Dat komt ervan. Moeilijk. Nou, dames en heren, welkom. Leuk dat jullie kijken. Ik hoop dat jullie trouwens nog steeds kijken. Ik weet niet of mensen heel veel afgehaakt zijn inmiddels. Het zou best kunnen dat we nog maar twee mensen te kijken. Hè? Die denken, wat gebeurt hier nou weer? Weet je? Dit is geen normale vlog. Nee, dat klopt inderdaad. Maar wij vinden het gewoon leuk om ons te laten verrassen. Ik ook. En als ik dan dit zie, weet je wel, we gezellige mensen erbij. In een gezellig, leuke oktober. Pakje eigenlijk, hè? Maar een aanbieding. Maar een aanbieding. Dus dat is helemaal leuk. Dus omringd zijn door mensen met carnavalsgevoel. Ja, dat is helemaal. Ik vind het helemaal top. Daar word ik maar blij van. Ja, de 30 seconden van. Nou, lieve mensen. 11-11 komt eraan. Zit heel dichtbij. Volgende week is het al november. En dan duurt het nog maar 10 dagen. Dus ik zou zeggen, komt alle. Dit keer bij de Effenaar. Ik geloof dat het rond 11 over 7 begint of zo. 11 over 6, 11 over 7. Komt alle, dan maken we er met z'n allen een groot feest van. En gaan we weer los zoals dat lang geleden ook ging. Dus dat. Verder, blijf naar onze vlogs kijken. Want dit soort dingen, dat gaan we gewoon steeds vaker doen. Dit is gewoon toch? Ja. Nou, hebben wij dan nog een kleinigheidje voor jullie? Dan kan je dat even gaan pakken. Ja, het gaat best goed. We zijn nog niet zenuwachtig. Nee. Maar luister. Wij willen jullie heel erg bedanken. Voor ons was het een première.
als Johanna en... Ja, jullie zijn nou bekend. We lopen dat nou. En wij waren blij dat wij jullie mochten interviewen. Oké. Wij wensen jullie een fantastisch seizoen toe. Ja. Echt een fantastisch seizoen toe. En ja, al die mensen van... we moeten doorgaan. Ja, ik begrijp het. En daarom wilden wij jullie eventjes een cadeautje geven. Of vind je, wat hebben we voor hun? Nou, even kijken. Jullie krijgen natuurlijk... Ja? Altijd van ons. Zoals jullie dat zelf ook altijd doen. Een sticker. Dank je. Oh, mooi. En jullie krijgen zelfs een sticker van Johanna en Petra. Nou, ook te boeken vanaf 11.11. Dank je. En van de LOS en van de LVZ. Alsjeblieft, stickers van jullie. Dank je. En, daar hebben wij nog stiekem. De camera mag uit, hoor, maar... Eén vraag. Die houdt van spreken, hè? Dat is altijd, hè? Wat was de transfersom om naar de Hanen te gaan? Ja, dat mag iedereen wel weten. Dan mag je gewoon een antipubliek gewoon erin gooien. Dan geef ik daar wel antwoord op. Dus als je me eventjes geld voor de mensen. Heel lieve mensen. En dan, de bloemetjes. Want jullie zijn in de bloemetjes gezet. Mm-hmm. Maar al 53 vlogs lang zit er iemand het knupje te bedienen. Achter de knoppen zit Marianne en die gaan wij nu de bloemetjes brengen. Dank u wel. En tot de volgende keer. Ja, vlog 53 dagen. Vlog 53. Het is denk ik een beetje ten einde. Ik weet niet of er nog een last minute, een last dingetje komt. Ja, je wou toch nog wel iets zeggen over die transfer? Of is dat zeg je wel. Ja, we hoeven er niet geheim over te doen, of wel? Ik heb er geen moeite mee. Nee, ik heb daar geen moeite mee. Want, nee, het is gewoon vrijwillig gegaan. Ja. Oh, dat is het mooiste wat er is. Ja. Je hebt zeker die meneer van die confetti betaald. Die meneer van die confetti? Oh ja, die grote meneer met die confetti, met die witte confetti. Die ook in de brievenbus overal. Die was opgepakt. Ja, die hebben ze eindelijk opgepakt met geloof ik, de huidige prins. Hè, Ludovicus was erbij, geloof ik. En de veldwachter was erbij. Kijk, Roms nog eens wiebertje. Dus die heeft nou voor mij een enkelbandje, geloof ik. Enkelbandje heeft hij ook. Ja. Helemaal goed. Fijn. Oké, nou dames en heren, Johanna en Petra, bedankt. Ja. Het zit erop. Het is weer klaar. Het was wel heel leuk. Oké, Johan, nog eventjes een afscheidmoment. Ja, gewoon eventjes een officieel moment van afsluiten van de vlog. Weet je? Ja. Doen wij dat? Ja, zij zijn de vlogleiders nu, hè? De vlogleiders. Nou, wij hebben al 10 dag gezegd. Nou, dames en heren, een hele andere vlog als, als anders. Ja. Wij hebben ervan genoten. Het was leuk. We wisten niet wat we konden verwachten. Dus het was het lok was erbij, zoals je kunt zien. En we hebben van alles hier liggen. Dus. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Ja. Wij gaan nog even lekker aan de drank. We maken nog een leuk feestje van. Een beetje nakletsen met de dames. Misschien een privéconcertje naar doen. Rustig aan met de bokkenpootjes, hè? En dan, Johanna de volgende... en Petra komen misschien de 11e. Ja, wij komen misschien wel terug. Kom even kijken. Okay. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar al die prins. Ja, want het is 11.11. Vertreden wij trouwens ook op, hè. Het lab gaat ook optreden. Dus, ja. Oh, ja. Bij zijn. Meemaken. Bij zijn is meemaken. Petra, Johanna, hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Iedereen bedankt. Jullie ook bedankt. En tot de volgende keer, dames en heren. Houdoe. En bedankt. Houdoe. Dankjewel.